De tip van deze maand gaat over hoe je data kunt doorvoeren voor een correcte tabel. Bijvoorbeeld omdat je er een draaitabel van wilt maken. Hier zie je een draaitabel met gegevens uit dit lijstje. Prima. Maar je hebt een probleem, want jouw gegevens zien er anders uit. Namelijk zo. Hier staat de omschrijving één keer. Hier zou die ook moeten staan. Maar daar staat hij niet en dat geldt iedere keer hier. Als je hier een draaitabel van maakt, ziet hij er zo uit. En dat is natuurlijk niet correct. Hoe kun je dat nou handig aanpakken zonder dat je daarvoor allerlei moeilijke dingen hoeft te doen of moet gaan programmeren? Dat pak je als volgt aan. Je begint met het selecteren van de kolom van de omschrijvingen, waar dus ook die lege cellen in staan waar gegevens in moeten komen. Vervolgens ga je naar het tabblad Start en kies je in Zoeken en Selecteren voor Selecteren speciaal. Je krijgt dan een dialoogvenster te zien waarin je kunt aangeven dat je binnen de cellen die je geselecteerd hebt nog een speciale subselectie wilt maken. In dit geval kies je lege waarden, wat betekent dat je dan de lege cellen selecteert. En dat is bij deze gebeurd. Wat je nu in feite moet doen, is in al die lege cellen een formule maken die verwijst naar de cel erboven. Ik laat dus alle cellen geselecteerd. De huidige cel is B5, dat kun je ook hier zien, in het naamvak. En ik ga nu een formule maken, is, en ik klik op de cel erboven. Nu wil je die formule invoeren in alle geselecteerde lege cellen. En dat doe je niet met Enter, maar dat doe je met de toetscombinatie Ctrl-Enter. Je ziet dat nu overal een formule staat, pak de cel erboven. Pak de inhoud van de cel erboven. Nou, dat wil je natuurlijk als formule niet in die tabel hebben staan. Dus nu moet je nog zorgen dat de uitkomst van de formule in die tabel geplakt wordt. Dat doe je door die gegevens van de eerste tot en met de laatste te selecteren. De gegevens te kopiëren, bijvoorbeeld op deze manier of met Ctrl-C. En je gaat de waarde plakken. Dat is deze optie. Daarmee plak je dus het resultaat van de formule. En nou zie je dat hier dus gewoon een tekst staat. Het enige wat ik nu nog hoef te doen, is die draaitabel bij te werken. Rechtsklik, vernieuwen. En nou kloppen mijn gegevens wel. Tot zover deze tip. Tot de volgende keer.